We proosten, doen de Polonaise en zingen luidkeels mee. Iedereen is je vriend en het bier is niet aan te slepen. De carnaval staat weer voor de deur. De prins die u op sleeptouw gaat nemen de komende 5 dagen, stellen we hier aan u voor. Mijn naam is prins Maurice de Neulste, oftewel Maurice Hendricks. Ik kom hier uit Mook. Ik ben 44 jaar en ik ben hier geboren en getogen. Ik ben voor de carnaval hier in Mook ben ik eigenlijk voornamelijk lid van een eigen CV, een CV Genpries. Dat is eigenlijk een groepje van, met vrienden waarmee wij wagens bouwen en in eerste instantie en nou loopgroepen doen samen met de kinderen. Ik ben zelf altijd werkzaam geweest bij de onthullingscommissie. Daarbij deden wij dus de prinsen onthullen ieder jaar. En dit jaar heb ik dat niet hoeven doen natuurlijk, want ik ben zelf als prins uitgekomen. Wij vieren al carnaval van jongs af aan met mijn ouders en op school al met de verenigingen. Ik weet eigenlijk niet anders dan wij altijd ieder jaar carnaval vieren met mijn ouders. En inmiddels natuurlijk nog steeds, ook door hier in de Pimpel, dat is mijn vader en zijn vrouw Riet, die zijn hier de uitbaters. En die, voor ons is carnaval eigenlijk een traditie. Nou, ik zou carnaval vieren in Mook. Sowieso, het is best wel een kleine gemeente, maar toch wel een echte gemeente. Er zijn veel groepen die graag iets doen voor de gemeente. En ik denk dat het ook belangrijk is om iets voor de gemeente te doen. Om wat dingen uit te beelden over de gemeente. En daarbij is het gewoon, het is gewoon gezellig. Ik zou allemaal zo aansluiten. Maar we hebben toch het liefst dat ook de jeugd voornamelijk oppikt wat wij nou ook doen. En dat we daar in de toekomst nog lang carnaval kunnen vieren. Mijn motto dit jaar is ook met carnaval lak aan de tiet. Want op tiet naar huis, dat doen wij niet. Nou, en zoals ik het al zeg, op tiet naar huis doen we niet. Dus hoe vul ik dat in? Hoe beeld ik mijn motto uit? Dus door niet al te vroeg naar huis te gaan, sowieso niet als eerste. Alaf, alaf, alaf.